Goedemiddag iedereen! Nou! Welkom terug iedereen bij een nieuwe video van Blu-ray Daddy 82. Oh yeah! Vandaag gaan we dus een keer bespreken wat we vorige week allemaal bekeken hebben. Het zijn in totaal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 films in totaal. Het zijn er tamelijk veel. Waarom? Omdat ik vorige week in verlof was voor 10 dagen. En ja, ik heb er nog goed kunnen doordoen zo. Dus we gaan een keer bespreken wat we allemaal bekeken hebben. Hè. Goed. We gaan dat hier een keer aan de kant doen. Dan kan ik mijn dvd'tjes van daar naar daar leggen. Goed. We gaan beginnen met een Blu-ray. De Blu-ray van Warcraft The Beginning. Persoonlijk vond ik dat een goeie film. Ik vond dat een goed verhaal. Is wel niet zo goed ontvangen geweest bij de mensen en in de bioscoop en zo. Maar ik vond dat ja, een goeie film, kan er niet aan doen. Is gebaseerd op een spelletje. Ik heb dat wel nog nooit gespeeld, want ik ben niet echt een gamer. Maar ik vond het wel een leuk verhaal. Ik vond ook die trollen of die, of, ja, ik weet niet hoe dat je die wezens weer noemt. Waren echt zo van die grove man en als het op vecht echt zo ja, dat is, dus ik vond dat wel nog tamelijk goed. De Remzi heeft hem ook gezien in de cinema, heeft mij daar een verhaaltje over verteld. Hoe dat hij die film gezien heeft, is wel nog grappig. Misschien kan ik het een keer vertalen in een volgende video. Maar hem vond dat geen goede film. Ik vond het wel best aangenaam. Maar voorlopig, eigenlijk is het, mag er wel een vervolg op komen, maar voorlopig wordt dat niet gemaakt. Maar ik denk ook niet dat er een vervolg op zal komen, omdat het geen succes had. Maar ja, kijk, het is wat het is. Ik vond het een goede film. Warcraft The Beginning. Goed, de volgende is een komedie. Is eigenlijk een the sort of sequel to Knocked Up. En dat is This Is 40. Goede film over een vrouw die 40 wordt. En ja, ze kan er niet goed tegen. En ze is samen met een diener. Het zijn echt zo'n typisch huisgezinnetje met kinderen en weet ik veel. En ja, de struggles in life en ja, de routine elke dag. En ja, ze wil niet oud worden. En het is een komedie, maar het is echt wel een goede film. Ik heb er goed mee gelachen ook. Maar het is eigenlijk ook wel een beetje realistisch, want we worden allemaal ouder. En ja, het is wat het is. We kunnen er niet veel aan doen. Goeie film. This Is 40. Goed, de volgende film is de derde uit de reeks. En dat is Terminator 3. Goeie film, die actrice die te slecht speelt heb ik ooit een keer gezien op Facts. Hoe noemt ze nu weer? Wacht, ik heel vlug opzoeken. Christina Loken, ja, Christina Loken. Goeie film, ja, ik kan er niet veel van zeggen. Ja, nu is zij weer de slechten, is jij de hoeien. En de volgende film is jij weer de slechten, zij weer de hoeien. Dus, maar wel een goede film. Dan, de volgende film ben ik echt door verrast geweest. Is van Disney. Vind ik echt een mega, mega goede film. En dat is The Good Dinosaur. Super, super schone film over een dinosaurus. Die zijn familie, die zijn vader... Wacht, zijn vader sterft of zo. En hij komt like, heel alleen en hij moet zijn weg terugvinden naar huis. En ondertussen ontmoet hij dat klein mensje hier. Ja, zo'n oerkindje. En ja, zij beginnen een vriendschap en bla bla bla. Maar het is echt wel een heel, heel schone film. Voilà. Ik weet, mijn uitleg over films is niet zo goed. Dus daarom dat ik geen pro-reviewer ben. Want ja. Maar ik kan maar zeggen wat ik ervan vind. De volgende film is Without Remorse, dat ik gezien heb. Dat is ook gebaseerd op een spelletje. Spelletje van Rainbow Six, dacht ik. Tom Clancy's of zoiets. Ja, Tom Clancy's Rainbow Six. Without Remorse. Ja, ook een goede film over een groep, of een team Navy Seals.
die terugkomen van een missie. Eén voor één worden ze vermoord. En natuurlijk jij niet. En jij neemt wraak en bla bla bla. Maar het is wel een goede, schone film. Dan de volgende film zou een klassieker moeten zijn. Van iedereen supergoed. Maar ik vond het eigenlijk wel meer aan de saaie kant. Sorry, ik zeg het nu al. Sorry. Want ik heb het al een paar keer ergens gezegd en dat ik het geen goede film vond. En wow, allee jongens, een goede film. Ik vond dat niet zo goed, oké, ja. En dat is No Country for Old Men. Ja, dat was geen slechte film, maar ik vond hem gewoon een beetje saai. Ik weet niet wat het was, maar... En het duurde ook zo lang en... Like bijvoorbeeld dat einde was zo... Ah ja, oké, het is dan... Oké. Dus No Country for Old Men, zeker niet mijn favoriet en ga ik ook niet houden in de collectie. Oeh, rustig. Dan de volgende film vond ik wel goed. Heb ik gekocht voor €1,99 in Mediamarkt en dat is Jawbone. Over een afgedankte bokser die al wat ouder is, heeft geld nodig, zit aan alcohol, bla bla bla. En moet eigenlijk weer beginnen boksen voor geld te verdienen, want hij zit volledig aan de grond. Ja, een goede Engelse boksfilm. Vond dat zeker niet slecht. Dan de volgende film heb ik gezien op de Horror Marathon. Tezamen met mijn nichtje. En dat was X. Dat was een heel goede film. Over een groep jonge gasten die een pornofilm gaan draaien in, ergens in een afgelegen huisje wat ze huurt hebben en ja, er gebeurt van alles. Ik ga het natuurlijk niet spoilen, maar ja, echt wel zeker een aanrader, zeker een goede film, horror. Dan de volgende film heb ik ook gekocht bij Mediamarkt voor €3,99 dacht ik. Maar het was zo slecht, ik denk, hoe lang duurt hij? 84 minuten, denk achter een uur of zo, en hem uitgedaan. Het was echt zo slecht, dat was Sensor, dat was echt zo saai, zo over een vrouw die films censureert, die films bekijkt. Voor dan te kunnen zeggen van oké, het is kinderen niet toegelaten of wel toegelaten. En toen ineens is in een film en het is exact wat er gebeurd is in haar, van wat er gebeurd is in haar jeugd. En dan gaat ze op zoek wie dat gemaakt heeft, bla bla bla. Maar het is gewoon zo saai en zo. Echt, het was echt niet goed. Het was Sensor. Goed, de volgende film is volledig fucked up. Dat is een Franse film. Ik denk dat ik moet noemen Martier. Ik denk dat het zo is dat ik het moet noemen. Ik vond dat een goede film, maar het is er wel heel over qua horror. Het is echt... Ik en mijn nicht waren er alle twee niet goed van. Het is er echt heel over. Maar toch vond ik het wel een goede film. Het was een goed verhaal. Iets dat ik... Een verhaal dat we nog nooit gezien hebben. Maar het is gewoon echt fucked up. Het is gewoon... Niet normaal. Het is echt... ja, niet normaal. Hè. Voilà. Kijk, dat waren de films dat ik allemaal gezien heb. We gaan nog een keer herhalen. Martier, Sensor, dat mag weg. X, Jawbone, No Country for Old Men, mag ook weg. Without Remorse, The Good Dinosaur, Terminator 3, This is 40, This is 50, nee, Warcraft. Voilà, dat waren de films. Dus allemaal bedankt om te kijken. Like de video. De volgende video zal een vlog. Een rommelmarkt vlog zijn. Want ik had gezegd in een van de vorige video's dat ik van het weekend moest werken. Maar het is maar pas volgend weekend. Dus ik ga alles eens naar rommelmarkt halen van het weekend. En ja, leuke tijden. Allee! Zeg, tot de volgende keer. Like de video, abonneer alsjeblieft op mijn kanaal. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Salutjes, salut!